Stephen Cotino is vanaf gisteren de nieuwe algemeen directeur van de Surinaamse Bank. Hij volgt hiermee Hannah Liu Hee Gonesh op, die sinds 19 januari 2017 waarnam in deze functie. Cotino is eerder hoofd van het Operational Transformation Process van Royal Bank of Canada geweest. In deze functie heeft hij voor 17 landen de operationele transformatie geleid om de klantgerichtheid te verbeteren, alsmede de kwaliteit en integriteit van de interne operaties te optimaliseren. Ook heeft hij bij de Hakeringbank gewerkt. Daarnaast is hij schrijver van de boeken Thinking Outside Nature's Box en Breaking Rank.